Het is tijd voor nieuwe muziek en wel van een grootmeester. En we mogen hem eigenlijk toch wel de koning van de rapmuziek al van tegenwoordig noemen. Ik heb het over Soldier. En Soldier die heeft in 2018, zie ik hier op zijn YouTube-kanaal, een monsterhit uitgebracht. Iedereen kan hem meezingen. Als je uitgaat 's avonds, dan is het een nummer die je altijd zult horen. Het gaat over chillen. Laten we heel even luisteren over welk nummer ik het nou eigenlijk heb. Ja, en het is natuurlijk een Nijmeegs grootmeester. Hij komt gewoon naar Nijmegen. Soldier, goedenavond. Goedenavond, man. Hey, hoe is het met je? Gaat het goed, man, met jou? Ja, lekker, man. Uit de quarantaineperiode, heb je het een beetje overleefd? Ja, ik was gewoon buiten. Weet je wat, het is? Mij maakt niet uit of corona is of niet. Ik blijf gewoon buiten. Heb je een beetje scheid aan de mensheid dan? Ja, man. Waarom? Want, ik heb niks mee, man. Wat moet die Chinees nou doen tegen dingen? Wat zeg je nou dan? Ja, weet je wat, het komt er door hun, zeg maar. Ik zeg niet dat alle Aziaten zo zijn, maar je weet wel, die China deel is een beetje te extreem, man. Nou, Soldier. Ik denk niet dat China er iets aan kan doen, jongen. Ja, maar het komt toch door hun lab. Nou goed, stuur eens even een DM, zou ik zeggen. Laten we het dan maar even over je plaat gaan hebben. Je hebt een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, Tongval. Hoe heet die? Tongval. Tongval. Wacht, ik pak hem heel even bij, want dan weten we ook waar we over praten. Even kijken. Ik had hem eigenlijk van tevoren... Maar hij staat niet... Staat hij op YouTube? Hij staat niet op YouTube, maar wel op... Heb je Spotify daar of iets? Spotify? Ja, Spotify, iTunes... Oké, wacht, dan pak ik hem zo meteen wel bij, want ik kan hem hier op YouTube niet gelijk vinden. Maar waar gaat het over? Wat voor plaat heb je gemaakt? Ja, Tongval, weet je wat het is? Ik wist eerst niet wat het betekent, zei ik ook al in mijn vlog. Maar het betekent iets met uitspraak van woorden en ik heb een beetje moeite mee. Mijn articulatie is niet echt on point, zeg maar. Maar ja. Het gaat heel erg, eigenlijk het gaat meer over het... Hoe zou ik zeggen? Ik heb zeg maar een nieuwe stijl heb ik uitgeprobeerd. En het heeft zeg maar goed uitgepakt, die nieuwe stijl. Ja, want? Want ik mix een beetje met zingen, rap-achtig, ongeveer zoiets. Oh ja. Ik heb het gevonden. Laten we eventjes gaan luisteren naar, even kijken, Nijmegense Moda intro. Is dat daarvan? Ja, dat is waar. Ik zal maar een andere track pakken, want een veel betere track die gewoon ook... Die gewoon aanslaat bij mensen, zoals ziekte. Ziektes? Ja, ziektes staat daar. Oh, ziekte! Ja. Ah, 38. Van Istanbul naar Amsterdam, geht land. Van Istanbul naar Amsterdam, ziekte, geht van Keizer naar Rotterdam. Je gooit er al wel een flinke oude autotune overheen, of niet? Ja, weet je wat het is? Autotune, het gaat erom bij mij nu toch gewoon. Of ik toch verstaanbaar ben, want die auto's je letterlijk niet meer zo groot. Nee, waarom niet? Denk je dat je er wel klaar mee bent eigenlijk met die autotune? Ja, weet je wat, deze autotune moet er altijd wel bij. Maar mij maakt niet uit hoeveel het is. Oké. Okay. Hey Soldier, de shisha lounges waren ook dicht, hè, in de quarantaineperiode. Ja, had ik geen last van. Nee, had je geen last van? Nee. Waarom niet? Want we hebben Matt hier van de shisha, ik heb een shisha en ik hoef niet meer zoveel shisha. Nee, je doet niet meer zoveel shisha? Nee. Wat dan? Ja, ik doe alleen maar nog alleen een sigaret roken. Een beetje sigaret roken. Moet ja. Kunnen. Kun je nu wel weer naar de shisha lounge? Zijn ze weer een beetje open gegaan? Ja, bij mij om de hoek is toevallig een Marokkaans lounge. En daar wordt toevallig ook een paar dagen terug trip opgenomen. Die komt binnenkort online. Mhm. En als we gewoon een shisha hebben, gaan we gewoon daarheen. Heel goed. Bij dat nieuwe album, heb je een soort van rode draad er doorheen zitten waar het nou eigenlijk over gaat? Is het kritiek op de maatschappij of waar gaat het over, joh? Het gaat alleen maar over, hoe zou ik zeggen, meisjes, uitgaan en dat soort dingen, zeg maar. Alles met wat een uitgaan te maken heeft, meisjes, dames.
Oké, okay. Leuk. Zeg maar, daarmee laat een andere kant van mij zien. Een andere kant van jou? Een beetje de lieve soldier dan? De lieve jongen? Ja, zo kan je... Ja, je kan het wel ongeveer zo vergelijken, want... Ik ben niet meer echt met de straatrap of die reality dingen, zeg maar. Meer nu op, gewoon op clubbangers, zeg maar. Oké. Okay. Nou, tot slot. Zou je een klein stukje a cappella willen doen van chillen? Chillen? Ja. Oké, is goed. Ja, nou. Voor de refrein of de hele first? Doe met refrein. Oké. Okay. We zitten te chillen. Shish maken, schillen. Pof is wat wij willen. Of willen die mellen. Zitten, chillen. Shish maken, schillen. Pof is wat wij willen. Of willen die mellen.